Gisteren in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwetholende regels met betrekking tot openbare aanbestedingen van de overheid, ging minister Stendita Ubarsing van Financiën en Planning in op verschillende vragen en of opmerkingen van parlementariërs. Voorzitter, ik wil op een aantal punten ingaan. En een deel van de vragen is misschien wat minder relevant geworden, maar ik zal proberen om in hoofdlijnen in te gaan op de vragen die toen gesteld zijn. Ik zal daarbij proberen om zoveel als mogelijk het debat dat vandaag geweest is mee te nemen in de beantwoording. De rol van de opdrachtgever moet duidelijk onderscheiden worden van de rol van de aanbestedingsautoriteit. En dat zal nu worden. Als we praten over een Nationale Raad voor Aanbestedingen en Aanschaffingen, in elk geval de opdrachtgever en het instituut dat ingesteld gaat worden, die scheiding moet duidelijk zijn. Voorzitter, daar wordt aan voldaan in alle stukken en zeker ook al in het begin van de wetstekst, waarbij de definiëring wordt gegeven, wordt aangegeven wie welke rol heeft. Dan is naar oordeel van de, geeft het lid Jogi aan, heb je niet, want hij zegt, de ORUS geeft aan dat in de conceptwet die er lag, dat daar complete invloed en zeggenschap van alleen de overheid zat en zonder een significante rol van het bedrijfsleven. Voorzitter, dat was niet helemaal juist. Dat bedrijfsleven had in die wet ook in de vorige tekst, 23, ook een rol te vervullen. Maar die ook in deze wet, die nu op tafel ligt, de versie 24, artikel 85, die praat over de samenstelling van die wet. En ik geloof dat in uw college ook gezegd is, aangegeven is, dat dit niet alleen een aangelegenheid is van de overheid, maar dat de particuliere sector hier een rol in vervult. Daar hoort tegelijkertijd bij gezegd te worden dat beveiligd moet worden en dat er dus geen conflicterende belangen mogen zijn, dat er aandacht gevraagd is, terecht ook, voor het feit dat geen familierelaties er mogen zijn, bloedverwantschappen en het feit dat iemand uit de particuliere sector een kandidaat voordraagt in het instituut, betekent niet per se dat die kandidaat op hele directe wijze de belangen van één of meerdere bedrijven dient. Dat is niet zo. Dat instituut behoort een onafhankelijke rol en functie te blijven vervullen. Waar de kandidaten mee inkomen is hun kennis en hun expertise. Voorzitter, er is gepraat over parastatale bedrijven en de invulling van parastatale bedrijven. Er wordt onvoldoende en instanties. Er wordt niet altijd gelet op competenties, niet op deskundigheid, niet op technische kwalificaties. Hoe gaat dat gebeuren met dit instituut? Voorzitter, ook hier verwijs ik naar artikel 85 lid 2. Het is alleszins de bedoeling dat de autoriteit uit deskundige mensen zal bestaan. En dat hoofdstuk 8 geeft uitdrukkelijk aan aan welke kwalificaties voldaan moet worden. Ergens is zelfs voorgesteld om psychologische tests daar onderdeel van te laten worden. Ik weet niet in hoeverre dat nodig is om dat in de wet onder te brengen, maar het is belangrijk dat aangegeven wordt dat in die wetstekst uitvoerig wordt ingegaan op het feit dat als wij kwalificaties vragen, dat het gaat om mensen van deskundigheid, integriteit en dat daarop getoetst gaat worden. Dus die vraag was terecht en zeer relevant van het geachte lid Jogi, die wetstekst voorziet daarin. Voorzitter, en dus ook de kandidaten niet alleen van de regerings, door de regering aangewezen, maar ook uit de particuliere sector. Daarbij, voorzitter, laat me herhalen, in alles wat we doen, dat wij ervoor zorgen dat de harmonisatie met het CARICOM-protocol, dat die harmonisatie en die stroomleiding niet losgelaten wordt.
In dat opzicht zijn er, en dat is dus ook de reden waarom, een van de redenen waarom we zeggen, kunnen wij met de commissie zitten. Op sommige punten zeggen we, neem een aantal onderdelen van die CARICOM-wetgeving zo over, zodat je niet bij iedere wijziging in omstandigheden lokaal met drempelbedragen, dat je weer naar het parlement moet. Ik geloof dat het lid Jones daarover gepraat heeft. Voorzitter, wij kunnen ons daar iets behoorlijk goeds bij voorstellen. Dat je op een aantal punten die wet eenvoudiger kan maken. Zodat niet iedere keer naar het parlement gekomen hoeft te worden, maar dat je automatisch mee kan gaan. En dat zijn principes die bij andere wetten ook gelden en die hier toepasbaar zijn, waardoor we die CARICOM-wetgeving kunnen gebruiken om onze wetgeving eenvoudiger te maken. Het punt van waarborging van transparantie en onpartijdigheid is aangegeven, we hebben daar net over gepraat. Hoeveel keren mag iemand in de functie optreden als lid van dat instituut? Voorzitter, dat is geregeld in artikelen. De leden worden gekozen voor 4 jaar en mogen eenmalig een verlenging van 4 jaar. En dat is vrij duidelijk in de wetsartikelen geregeld. En ook hier de profielschets, hebben we profielschets? Ja, er wordt gepraat in de artikelen in dat hoofdstuk 8 over het profiel waaraan mensen van dat instituut zouden moeten voldoen.